Goedenavond, dit is Drents Diep met om te beginnen de discussie over euthanasie. Nederland is het enige land ter wereld dat de zachte dood bij wet heeft geregeld. De kiem voor die wet is bijna 30 jaar geleden gelegd in het grensgebied van Friesland en Drenthe. Het was het artsen-echtpaar Posma uit Noordwolde dat destijds wereldnieuws werd met de euthanasie op de doodzieke moeder van mevrouw Posma. Het verhaal van de Posma's is de basis voor het boek Over de Drempel, van taboe tot wet. Kijkt u naar een reportage van Andries Ophoff. Ze hing vastgebonden in de rolstoel, amper aanspreekbaar. En toen heb ik tegen mijn man gezegd, het is mijn moeder, we hebben het beloofd, geef maar hier, ik wil het voor mijn moeder doen. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Nou, toen heb ik haar omhelst en in haar minst slechte oor hard geroepen van, mam, het komt allemaal goed. Het komt nu echt allemaal goed. En nog eens omhelst en nog eens gekust. En toen heb ik de spuit gegeven. En dat was het. Het artsen-echtpaar Truus en Andries Posma uit Noordwolde. Ongewild hebben ze bijna 30 jaar geleden een rol gespeeld bij het op gang brengen van de discussie over euthanasie. Truus Posma durft het aan om euthanasie toe te passen op haar doodzieke moeder, met alle gevolgen van dien. Een rechtszaak en een voorwaardelijke veroordeling. Maar de discussie, die was op gang gebracht. Toen gingen ons pas ook de ogen open hoe mensen eraan toe waren. Hoe er een grote groep mensen was die eraan toe waren. Om die discussie over euthanasie te voeren? Ja. En om het meer mogelijk te maken. Mensen die vertelden van nou, meer dan beestachtig hoe hun geliefden gestorven waren, dat ze de dokter gesmeekt hadden. Eén spuitje. Mensen die het werkelijk hun hele leven zo'n trauma met zich meedroegen. Dat had ik voortijd, had ik mij nooit gerealiseerd. Dus dat sterkte je alleen maar. Het verhaal van de familie Posma is aanleiding geweest voor Radio Drenthe-journalist Laurens Looyega om een boek te schrijven over de euthanasiediscussie. Het boek werd vrijdag overhandigd aan de familie Posma en aan Klasien Albeda uit Vinkega. Albeda stond aan de wieg van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Volgens het boek zijn de afgelopen 30 jaar een afspiegeling van de nieuwe euthanasiewet. Je ziet dus heel veel dingen in de huidige wettekst terug, die in feite toen ook al zijn geformuleerd bij die eerste rechtszaak in het vonnis. Allerlei argumenten die toen op tafel kwamen van voor- en tegenstanders. Het maatschappelijk debat begon toen echt, vond je eigenlijk weer terug in de verhalen van zelfs senatoren van Eerste Kamerfracties in april van dit jaar. Het is een hele periode, een kwestie toch vooral geweest van herhaling van argumenten, totdat de tijd rijp was voor een wet. De jaren na de rechtszaak zijn zware jaren geweest voor de familie Posma. Overal werden ze gevolgd. Felle protesten kwamen er vooral uit de christelijke hoek. Maar handtekeningenacties en steunbetuigingen waren er ook. En we kregen dus, zoals ik gezegd heb, honderden brieven. Inderdaad, overstromend van dankbaarheid en van verheerlijking. Maar daar waren ook brieven tussen, scheldbrieven. En van moordenaar, en hoe durft u, en u moet naar de hel, en dat God u mogen straffen. Je merkte, wat Truus ook zegt, dat inderdaad het dorp achter zich stond en die handtekeningactie, waar je het nog over had, die heeft meteen gemaakt dat je op papier minstens meer kreeg hoeveel mensen dat waren. Volgende maand treedt er een unieke wet in werking. De wet moet artsen meer ruimte geven om euthanasie toe te kunnen passen. Het artsen-echtpaar uit Noordwolde is blij dat ze dit na zoveel jaar discussie nog mee mogen maken. Ik heb wel eens gezegd, als mijn moeder dit geweten had, dat wij dit er allemaal voor door moesten maken. Maar nu denk ik, als ze geweten had dat dit het resultaat was, dat ze dan net als wij denkt, nou, het heeft zo moeten zijn en het is toch goed geweest. En we hebben het er achteraf wel voor over gehad. Zo is dat, ja. En hier aan tafel de oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie, mevrouw Albeda uit Vinkega, net over de grens met Friesland. Mevrouw Albeda, we zagen net het filmpje over het artsen-echtpaar Posma uit Noordwolde. Hoe belangrijk zijn zij geweest voor die discussie over euthanasie? Heel belangrijk.
zonder die euthanasietoepassing was er waarschijnlijk nooit een vereniging voor vrijwillig euthanasie ontstaan. Omdat ik het echt met mijn echtgenoot toen de tijd heb opgehangen aan dit geval. Want u hebt ook op de barricade gestaan 30 jaar lang. Ja. Waarom bent u eigenlijk daarmee begonnen? Eigenlijk alleen om de postmaars te steunen. Maar ik dacht, nou ja, die handtekeningenactie. Klaar is Kees, we gaan naar huis. Gooi de deur achter ons dicht. Ziezo, dat was dat. Nou, dat was het helemaal niet. He, dat zou nog jaren doorgaan. Want één flits op de televisie en er kwamen nog eens 2400 mensen achter de 1200 aan. Dus we hebben echt 12 uur lang handtekeningen verzameld. En daarna kwamen er zoveel brieven dat die zee van ellende zo groot bleek dat je helemaal niet meer rechtsomkeerd kon maken. Je kon er helemaal niet meer tegenin. Er was al zoveel achter je aan het duwen van misère. Dat we zeiden, ja, hier kun je niet stoppen. Nu zullen we door moeten. En uiteindelijk heeft die discussie en die strijd geleid tot een wet die volgend jaar in werking gaat treden. Ja. Is die goed, de wet zoals die er nu ligt? Nou, nee, hij is nog niet direct dat je zegt, want jongen, voor iedereen even geruststellend. Tegenstanders maken zich zorgen. En wanneer tegenstanders zich echt zorgen gaan maken, dan mankeert er natuurlijk iets aan de omstandigheden. Daarbij komt dat ik vind dat deze weg eigenlijk, dat de wet niet ver genoeg gaat. Omdat ik vind dat het straffeloos zou moeten zijn wanneer een arts euthanasie toepast op verzoek van de patiënt in een situatie van uitzichtloos lijden. Dan moet je het nu nog steeds melden. En hij loopt altijd de kans dat hij vervolgd wordt en dat er een vooronderzoek komt enzovoort enzovoort. Ik vind alle andere vormen dan vrijwillige euthanasie, die moeten niet in een wet vastgelegd worden. Die moet je individueel bekijken en daar moet wel degelijk een hele strenge controle op zijn. Toch is het misschien niet goed om die zekerheden te hebben, die zorgvuldigheden die er allemaal in zitten, want euthanasie mag. Maar er moet wel een behoorlijk aantal criteria voldaan worden. Is dat niet juist ook een geruststelling voor veel mensen? Ja, dat moet een geruststelling zijn. Maar toch zijn er mensen die denken dat dat onvoldoende is. En er zijn natuurlijk, wanneer het zo is dat artsen op goede gronden euthanasie toepassen en toch nog achteraf moeten melden en het gevaar lopen dat er toch nog een hele nasleep heeft, dat maakt dat artsen toch ondergronds blijven gaan en dat er veel meer euthanasie wordt toegepast dan toegegeven. En dat is natuurlijk wel weer een gevaar. En toch zijn er ook nog veel mensen die het niet zo met u eens zijn. Sterker nog, die tuurlijk eigenlijk die hele euthanasiewet liever niet zouden zien. Uiteraard. Vandaag nog kwam de SGP, partij in de Tweede Kamer, met een reactie op uw koninklijke onderscheiding. Want u heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen vrijdag voor uw inzet. En die partij zegt vandaag in de verklaring, het is een klap in het gezicht. Het getuigt niet van fijngevoeligheid dat de dood op verzoek in Nederland wordt beloond met koninklijke versierselen. Nee, ja, ik had het wel verwacht hoor. Er zullen wel meer van dergelijke reacties komen. Maar over fijngevoeligheid gesproken, dit lijkt me ook niet zo fijngevoelig. Maar ik kan wel wat hebben hoor. Ik bedoel, daar stoor ik mij echt niet aan. Maar ik vind dat vanuit deze hoek altijd zo gepraat wordt over de heiligheid van het leven. En dat het leven een geschenk is. Maar dan denk ik, het is wel jammer dat die heiligheid van het leven alleen maar duurt voordat je er bent. En wanneer het afgelopen is. En in die tussentijd gaan we oorlogen voeren. Daar hoor ik deze groep ook niet over. Dan denk ik, bewaar het je energie en ga op de barricaden tegen de grote massale slachting, tegen de wil van de mensen in. Die doodenkele man of vrouw die weg wil op goede gronden en dat heel goed verwoorden kan, geeft die de vrijheid van de zelfbeschikking. Wat we nu in Engeland zien, dat er een vrouw is die niet mag sterven, terwijl de heer Blair alles goedkeurt wat er in andere landen gebeurt en daar troepen naartoe stuurt. De heer Blair, de premier van het land. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Wat is dit voor een wanverhouding? Eigenlijk heeft u nog heel veel te doen. Er is nu in Nederland een wet, maar eigenlijk heeft u nog veel te doen. Het zal toch nog een hele tijd duren voordat we weer in rustig vaarwater zijn. Dit is opnieuw weer een reden om voor de tegenstanders om in het geweer te komen. En dan denk ik, spaar je energie. Het is toch niet terug te draaien. En laten we elkaar tegemoet komen. Hè? Ja. Halverwege kun je elkaar een hand geven en niet wanneer je zo ver uit elkaar staat elkaar te verketteren. Er is nu een boek over 30 jaar euthanasie, de strijd die erin beschreven is. Maar voor u is het boek nog niet dicht, dat is wel duidelijk. Zeker, dat is nog niet dicht. Er zullen nog wel meer boeken moeten verschijnen voordat alles weer goed is. Maar dit is een stuk wat de geschiedenis van deze zaak betreft en dat is grensoverschrijdend. Dat hoort niet alleen in Friesland thuis.
En ook niet alleen in Drenthe, maar dat hoort dat over de Nederlandse grens eraan. Mevrouw Albeda, dank voor de komst naar de studio. Graag gedaan.